Yo, wat up gasten, welkom bij een nieuwe Vraagje Vrijdag. Ik ben hier vandaag met Rick. En natuurlijk met het broertje van Enzo Knol. Haha, klootzak. Hi, ik ben Milan. Ja, Milan dus. Tot zo na de intro. Nou jongens, Vraagje Vrijdag, Milan, kijk je het wel eens? What the fuck? Ja, ik heb het één keer gezien. Wat is het concept? Heb je enig idee? Dat is lastig. Ik heb jullie toen een keer gezien op het balkon, kan dat kloppen? En toen waren jullie aan het praten over... We hebben heel veel belachelijke dingen gedaan, dat klopt. Ja, hele rare... Jullie stellen vragen aan... Nee, niet aan elkaar of zo? Ja, aan elkaar. Precies. Ja, de vragen van de kijkers stellen we aan elkaar. Oh, gelukkig, ik weet het nog. En op welke dag uploaden we het? Vrijdag. Ja! Oh, applaus. Ja, dit is... Applausje. Even goed. Staat hij erop, cameraman? Rosa Malerijn, 18, en zij vraagt... Milan, wanneer komt er een nieuwe parodie? Die is net geweest. Maar, die komt in december. Ik denk 5 of 4 december. Doe een bericht naar de mensen uit de toekomst. Mensen uit de toekomst, parodie over een maandje. En als het niet zo is, dan heeft Milan keihard lopen liegen. Ik vind dat wel echt een waardeloos bericht naar de mensen uit de toekomst. Ja, ik zou zeggen... trouwens, ik weet je wat ik... Kennen jullie Kanye West? Ik heb een leuk verhaaltje. Ja? Kanye West. Kanye West. Hey, cameraman. Sst. Kanye West. Kanye West, toch? Kanye West. Michael Jackson, Kanye West, Lady Gaga. Allemaal één pot nat. Kanye West, die zegt dat hij vastzit in de tijd. En die zegt dat hij... De toekomst is, dus dat hij nu vastzit en over 20 jaar, wat hij nu zegt zeg maar, is over 20 jaar heel veel geld waard. Dus misschien is dat nu ook wel zo met dit. Serieus? Ja, dat jij de Nederlandse kan jij West? Nou niet ik. Oh, niet Rick natuurlijk, Rick. Nee, gewoon dit filmpje. Dit filmpje? Ja, wow. Je weet het niet. Ja, als we allemaal doodgaan nu, dan is het filmpje heel veel waard. Wel 20 euro op Marktplaats. Dat is... Marktplaats, ik heb een spel gevonden en die is toch 50 euro waard? Op Marktplaats. Uit 1996. En welk spel is het? Z. Ja, ik zweer het je. Dat spel heet Z. Ken je dat? Z? Nee. Hebben jullie gegamed op de Windows 96? 95. Ik heb wel gegamed op Windows 95, ja. Wat heb je gespeeld? Trouwens, ik ben geboren in 95. Dat lijkt me niet. Toen je had dat legermannetje met dat wormpje. Weet je dat nog? Die alien dude met een worm uit de ruimte. Earthworm Jim hoor ik daar. Earthworm Jim. Ja, ja, die heb ik niet. Worms natuurlijk gewoon. Ja, daar redden we negen. Rayman 1. Rayman 2. Die heb ik allemaal niet gespeeld, man. Heb je Rayman niet gespeeld? Dude! Ik speelde Tiberian Rebellion. Ken je niet? Dat is echt, nee. Dat was echt old school hoor. Maar die kwamen ook uit in het jaar dat Windows 95 uitkwam. Dat is vals spelen, hè? Ja, bijna wel. En Z, dat is van de Bitmap Brothers. Als je nu kijkt, en dan moet je zoeken op Z, de Bitmap Brothers. Yep. En dan jouw Windows erachter. Dus en... Eigenlijk ben jij gewoon een semi-miljonair. Het scheelt nog 999 miljoen, dan ben je miljonair. Nee, ik heb al een kleine miljoen. Op. Iets meer dan dat, hè? Je bent, jij zegt dat je miljonair bent met 999 miljoen. En dan ben je miljonair. Ja. Korte avonden voor een YouTuber, man. Je bent een miljonair als je een miljard hebt, volgens Bardo. Oh. Voor de camera, mensen, voor de mensen thuis. Als je een miljard hebt, ben je miljonair. Ja. Verschrikkelijk. Oké, dan de volgende vraag, Rick. Van wie is hij? Van Lisa98. En zij vraagt. Waarom vragen jullie allemaal van die stomme vragen? Dat is het doel volgens mij van Vraagje Vrijdag. Ja, het zijn jullie vragen. Jullie zijn onze kijkers. Jullie stellen de achterlijke vragen. Wij doen het zelf niet. Jullie zijn stom. Ja, vragen. Het is niet alsof wij vragen hier lopen te verzinnen of zo. Het zijn jullie vragen. Ja, ik ben boos. Oké, Milan, volgende vraag. Van wie komt die? Die komt van Minecrafter NL Games met 3 zetten. En hij vraagt. En hij vraagt, waarom kijk ik naar een zwart scherm? Dan moet je je computerscherm aandoen, Minecrafter. Als je kijkt naar een zwart scherm, is dat een teken dat je je computer aan moet doen. Ah. Of een renderfout in Sony Vegas. Dat kan. Dat kan, het kan van alles zijn. Maar wij weten het niet waarom hij keek naar een zwart scherm. Maar dan heb ik wel een tip. En dat is goedgekeurd mail. Dagelijkse nee. Oh, goedgekeurd. Dagelijkse nee. Hier gaan we. Eén grote promotiestunt dit. Precies, één grote promotie. Hier komt zo meteen een hele Polonaise van dagelijkse nee. Vliegtuigen, alles. Oh, ze staan er allemaal nog. We kunnen ze vragen om allemaal te dansen. Nee. Allemaal te dansen voor dagelijkse nee. Dans voor die abonnees. Ja, laten we dat maar niet. Oké, en dan de allerlaatste vraag. Die komt van Dus David Fanzone. En hij vraagt zich af, waarom doet Milan nooit mee op Banjo Town? Weet ik niet.
Wat is de... Jij bent de leider van dat hele zooitje ongeregeld, dus vertel jij het maar. Jij staat nu naast me. Nou. Dus dat is eigenlijk al antwoord genoeg. Dan zullen we een vraag stellen voor de mensen daar thuis. Dat jij een vraag aan hun adres doet is. Ja, dan welk spel vind jij dat ik met Bardo moet spelen dan? Laten we dat dan zo brengen. Wauw, dit... Ik moet eerlijk zeggen, Milan, jouw enthousiasme, dat ik ben perplex. Welk spel moet Bardo spelen met Milan? Even overnieuw. Welk spel moet wij gaan spelen? Oh mijn god. Politie, welk spel moeten wij gaan spelen? Milan heeft nu echt... Jordi, doordat jij loopt te kutten met die camera, heeft hij echt 20 seconden lang ongemakkelijk mijn hand vastgehouden. Die arme Milan, wat doe je? Oh, Rick, heb jij nog iets toe te voegen aan deze Vraagje Vrijdag? Blee. Dat doet het de mensen. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze nieuwe Vraagje Vrijdag. Abonneer ook op Dagelijks AD, linkje in de beschrijving. Milan is het zeker weten waard. Ja, Rick, die staat altijd in de beschrijving. En natuurlijk Banjo Town. Abonneer hier beneden, geef vooral een groen duimpje en beantwoord die vraag van Milan die ik nu al lang vergeten ben. Bedankt voor het kijken en ik check jullie later. Banjo!